Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik snap dat jullie nu denken van, Lois, je zag toch geen video's meer uploaden? Of in elk geval, daar zijn we niet van op de hoogte. Nou, ik wist ook niet dat ik weer een video zou gaan uploaden, zou ik jullie eerlijk zeggen. Maar ik kwam op het perfecte idee om deze video te maken, op dit moment. Ik moet even van tevoren erbij zeggen, ik heb niet, zoals jullie horen, een hele fijne stem. Ik lijd op het moment aan de hand-, mond- en voetziekte. Het klinkt erger dan het is, maar het is niet zo erg. Het is eigenlijk gewoon een virus dat ik heb opgelopen. Ik heb bultjes in mijn keel, waardoor ik al 3 dagen keelpijn heb. Ik heb bultjes op mijn handen en ik heb bultjes onder mijn voeten. Dat gaat vanzelf weer weg. Het is alleen voor mij op het moment heel vervelend, want het belemmert een beetje het lopen. Want het doet voornamelijk heel veel zeer onder mijn voeten. En mijn keelpijn is enorm op het moment. Dus dat is gewoon even niet zo fijn. Maar dat desalniettemin. Ik laat even zien wat ik ga doen vandaag. Ik ga mijn vriendin verrassen. En nou hoop ik echt. Ik hoop en ik hoop en ik hoop. Dat mijn vriendin niet naar deze video kijkt. Anders is het plan de verrassing ervan af. Maar ik heb hier een tas. En dat jullie denken van, wat zit er in die tas? Nou, dat laat ik jullie zien. Er zitten allerlei dingen in voor school. En ja, ik ga natuurlijk niet te veel vertellen. Maar ik weet toevallig dat mijn vriendin na de zomervakantie gaat ze een nieuwe opleiding volgen. En ik weet dat ze daar wat spullen voor nodig heeft. En ik denk, misschien is het lief als ik wat aan haar geef zonder dat ze het hoeft te betalen. Dus, dat gaan we vandaag inpakken. Dus ik heb hier... plakband, schaartje, in ieder geval genoeg bakpapier, want het is wel leuk als ik het dan in ga pakken. En dan kan ik jullie ondertussen een beetje bijpraten. En dan zal ik jullie even laten zien wat ik heb. Er zit een aantal dingen van mezelf bij, dus dat haal ik er even uit. Nou, potloden, altijd handig. Dit zal ze niet echt nodig hebben, maar ik stuur haar wel eens foto's op en dan kan ze dit mooi in haar kamer hangen. Die stickers voor foto's op te plakken op het behang of op de muur of op een kast of op een stoel of wat dan ook waar je het op wil plakken. 500 stuks in één zo'n doosje, dus als je 2 van die doosjes hebt, dan heb je dus 1000 stickers. Paperclips, ik heb geen idee wat het moet zijn, maar paperclips in de vorm van een diamant. Zo ziet het er in elk geval een beetje uit. Nou, ik zal even wat meer. Een notitieblokje. Ook uit de handen, ik bedoel, kan je allemaal dingen opschrijven wat je niet wil vergeten. Of gewoon random iets of zo van die dag. Dit zijn binderclips. Ik kwam even niet op de naam. Maar goed dat het opstaat. Eentje in het zwart, eentje in het goud. Nog een notitieblokje. Reuze paperclips. Ja, jongens, ik heb het ook niet bedacht. Het zijn echt reuze paperclips. Nog meer potloden. Want potloden kun je nooit genoeg hebben in je examenjaar of opleiding. Een planner. Heel handig. Vooral voor mij, want ik ben heel erg vergeetachtig. Dit. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar... dit is voor op vakantie. Dat kan je in je koffer hangen met je mobiele nummer, je naam en je adres. Dat iemand, als hij het vindt, kan hij je opbellen. Nog een notitieblokje. En ik heb hier ook eentje. Dus ik moet even kijken wat ik zelf wil houden. Maar ja, mijn vriendin mag ook wel eens een keer wat. Ik vind deze heel leuk, maar ik vind deze ook wel leuk. Dus ik ga nog even kijken wat ik in ga pakken. En dan hebben we nog één. Kijk hoor. Deze. Ook weer van die binderclips in het brons. Dus dan hebben ze brons, zwart en goud. Dus dit ga ik even inpakken. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Misschien dat ik het wat versneld ga afspelen. Ik denk het niet, want ik heb geen idee hoe dat moet. Hoe je dat zo even 2 seconden zo moet doen. En ik voor mezelf heb ik een perforator. Dit heb ik echt nodig. Want ik heb geen perforator en ik vind het best vervelend om elke keer dat van mijn ouders te moeten lenen. Dus nu heb ik er eigenlijk zelf een. Een woordenboekje, daar kun je gewoon dingen in opschrijven.
Het is niet echt heel veel bijzonders, maar er staat gewoon bij een woordenboekje. Dus ook een planner. Van die noodblaadjes waar je gewoon iets op kan schrijven. Van die blanco witte blaadjes. En een van deze wordt dan voor mij voor notitieblokjes. En ik heb zelf ook potloden. En drie van deze dingen. Want ik heb een Polaroid camera. En dan kan ik dus deze ophangen op die manier. Is ook wel handig. Ik heb ook potloden. Ik heb ook deze. Roze paperclips. En dit notitieboekje. En deze tas heb ik er ook bijgenomen. Vond ik wel leuk. Hier hebben we een tas. Daar ga ik het even tijdelijk in stoppen. Ik weet nog niet of ik die tas ook ga geven zo aan haar. Want ik had ook zo van, hey, deze moet je meenemen. Ik heb een ding niet op mijn ouders daar heel blij van worden. Dus dan gaan we nog even kijken wat ik daarmee ga doen. Misschien dat ik het ook gewoon los ga geven. Maar we gaan er nu in elk geval even de dingen inpakken. Nou, waarschijnlijk gaat het heel erg veel lawaai kosten. Maar ik vond het wel leuk om dit helemaal te gaan inpakken. Dus dat gaan we even doen. Ik kan nu eigenlijk ook niet zo heel veel zitten. Want zitten doet eigenlijk ook best wel veel pijn. Dus ik moet eigenlijk een beetje uitkijken. En we zitten op een zachte ondergrond. Dus het is ook niet heel fijn om mijn cadeautjes in te pakken. Ik weet ook niet überhaupt waarom ik überhaupt op bed zit. Maar het zit wel lekker zacht. Dus waarom ook niet, hè? Zoals je ziet gaat het heel erg soepel. Ik ben niet zo goed in inpakken, jongens. Dat is niet mijn sterkste kant. Dat duurt waarschijnlijk mega lang voordat ik er überhaupt bij klaar ben. Maar boeien. Ja, ik wil mijn vriendin gewoon verrassen, want ik weet dat ze het nodig heeft. En ze is gewoon een schat. En ze betekent zoveel voor me. Dus ik denk, nou weet je, waarom zou ik het ook niet doen? Ze is gewoon echt een lieverd en ik hou super veel van haar. En ze is gewoon zo'n ontzettend aardig mens. Zo'n goed mens voor mij. En ja, ik vind dat ze dit verdient. Ik heb haar al lang niet meer verrast met cadeautjes. Dus ik heb zoiets van, ik ga het gewoon allemaal denk ik op mijn bed uitstallen. En dan zeg ik tegen haar met een smoes, kom even mee naar boven. En dan ga ik dus met haar naar mijn bed. En dan zeg ik, verrassing. Ik zeg hier, dit is allemaal voor jou. Of ik zeg gewoon, loop naar boven. Ik zeg, oh, dit moest ik echt nog opruimen. Maar nu je er toch staat, pak het maar uit. Want het is voor jou. Dat is ook wel leuk. Dus ik ga nog eventjes bedenken hoe ik een goede smoes ga bedenken om haar naar boven te lokken. Ze komt donderdag. Nee, waarom zeg ik nou weer donderdag? Ze komt zondag bij mij. Eén dag voordat we op vakantie gaan. Want we gaan maandag naar Frankrijk. Voor 2 weken. En dan is mijn hand-mond-voetziekte nog niet over, helaas. Dat heeft nog meer dan 8 dagen nodig. Voordat het geneest. Dus dat is wel jammer. Maar ja. Weet je, het komt wel goed. Daar heb ik in elk geval alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar ik ben heel blij dat ik haar daarvoor nog even zie. Voordat ik op vakantie ga. Want ik vind het wel echt fijn als ik even voordat ik op vakantie ga nog een van mijn beste vriendinnen zie. Helaas, mijn andere beste vriendin zie ik niet meer voordat ik op vakantie ga. Vind ik wel jammer. Maar die woont best wel ver weg, dus dat is wel jammer. Maar ja. Ik heb tenminste 1 vriendin die ik wel zie voordat ik op vakantie ga. Dus dat is wel fijn. Tenminste 1. Beter 1 dan geen, zeggen ze altijd, hè. Ik ben heel slecht in inpakken, mensen. Dus don't judge me als je zoiets hebt van je pakt het goed in. Dit is nooit mijn beste kant geweest. Maar volgens mijn vriendin kan ik het heel goed en beter dan haar. Dus
Als zij dit al goed ingepakt vindt, dan vind ik het helemaal prima. Het lijkt echt alsof ik een dobbelsteen aan het inpakken ben of zo. En die helemaal misvormd ingepakt is. Het is echt verschrikkelijk. Ik kan het echt niet. Maar ja, boeien. Het geeft niks. Als het nog goed is, toch? Dus. Ja. Dit gaat waarschijnlijk nog even duren. Dus ik ga even jullie op pauze zetten. En dan zie ik jullie zo terug. Doei. Oké, mensen. Ik heb het ingepakt. Zoals je ziet. Ik kan helaas de camera niet omdraaien. Kom dat maar. Maar ik kan je wel laten zien dat ik het inmiddels ingepakt heb. Zoals je ziet. Niet heel erg netjes, maar ja. De meeste cadeautjes waren ook best wel klein en pierig. Dus dat was best wel lastig om in te pakken. Maar ja, dat. Oké, mensen, dit was de video. Het was een hele korte video. En ja, zoals jullie al in het begin waarschijnlijk hadden gedacht, waarom zou je überhaupt een nieuwe video posten? Want waarschijnlijk hadden jullie niet gerekend op een nieuwe video. Ik had zelf ook niet verwacht dat ik überhaupt een nieuwe video zou maken. Maar het is wel gelukt en gebeurd. Dus ja. Vond je deze video nou leuk? Druk zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Druk op het belletje, zodat je geen één video van mij hoeft te missen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik jullie na mijn vakantie weer. Zoals jullie weten ga ik misschien vloggen met vakantie. En misschien ook niet. Dat zie ik vanzelf wel. Dus tot snel. Doei!